Het jurkje van Bavaria, de Dutch dress. En hoe noemen jullie hem zelf? Eigenlijk het jurkje van Bavaria. Ja, van Bavaria. En zo ligt hij ook bij iedereen wel, gaat hij rond. Dus zeg maar, in de kroeg hebben ze het over het jurkje van Bavaria. Maar als je de Dutch dress zegt, dan wordt het ook begrepen. Ja. En wie heeft hem bedacht? Ja, wij. Wij. Ja, wij. Ja, eigenlijk al jaren, dus om de twee jaar heb je een WK of EK en nooit iets om aan te trekken. Ik bedoel, het is of grote hoeden, grote brillen, boa's niveau feestwinkel, of volwassen shirtjes. Dus vorig jaar zomer dachten wij dat moet eens afgelopen zijn. We moeten gewoon nu met iets elegants komen en het mag best een beetje sexy zijn. Dat je ook gewoon leuk gekleed naar het WK kan. Vervolgens ga je dan kijken en welk merk kun je het koppelen. En dan kom je al vrij snel uit bij het moet dus een premium worden. Dus, voor ons was het vrij logisch van oké, dan wordt het een biermerk. Want biermerken zijn natuurlijk degene die iets met een WK doen. Dus zoals de Leeuwenhoze of de Heinekenhoed, etcetera. En daarna zijn we gaan kijken naar welk merk past nou qua sympathie dan het beste bij een item voor vrouwen. En toen zijn we bij Bavaria terechtgekomen. Het is heel lastig om bij ze binnen te komen, want zij denken, ja dan heb je weer, stel dat met leuke ideeën. Toen we eenmaal binnen waren, was het met de eerste presentatie, waren ze eigenlijk meteen om. Hadden jullie toen dit ontwerp al? Nee. We hadden zelf wat schetsen gemaakt, echt op basis van wat vinden we bij een H&M op de website of en wat willen we zelf graag zelf. Dus wel, nou, dus we hadden echt één ontwerpje meer echt een glitter shirtje en het andere was meer een tuniekje van langer over een spijkerbroek aan. Dus dan ja, maak je wat schetsjes en we zijn natuurlijk geen modeontwerpers, dus je knipt en plakt wat je ziet op websites. En ja, vervolgens hebben we een paar de goede set gemaakt om super trash te benaderen. En zij is met dat hele van oké, we willen eigenlijk iets wat lekker zit en idealiter gewoon voor alle vrouwen. En zij is aan de haal gegaan met die ideeën en heeft daar dus uiteindelijk een draai aan gegeven en is met het uiteindelijk ontwerp gekomen. Want zonder, als we het zelf hadden geproduceerd, dan kan je niet zo goedkoop zo'n leuk jurkje produceren. Je hebt grote merken nodig om dit weer de markt in te brengen. Het netwerk, het was natuurlijk altijd voor ons het idee van we willen iets doen voor vrouwen om tijdens een WK of EK zich leuk aan te kunnen kleden. Nou, het was mooi dat we met Koningin de Dag al een hele hoop rondliepen in het jurkje. Dus vandaar dat de logica eigenlijk achter de benadering voor een Bavaria toch wel de juiste is geweest. Nu zeg je, het was dus echt bedoeld voor vrouwen, maar mannen vinden hier ook iets van. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, ik heb niet eigenlijk in zitten. Ik bedoel, wij worden er leuker van en, ook, en je voelt je gewoon sexier in een jurk. Je hebt gewoon echt iets leuks om aan te trekken. En ja, dat is voor mannen toch ook weer leuk om naar te kijken. Hè? Hebben jullie het zelf ook getest? Op jezelf? Ja. Ik moet het ook leuk vinden en het moet mij ook staan. En ik heb ook mijn onvolkomenheden. Oh? En ja... En ja, die moeten erin. En als het bij mij niet lekker zit, dan is het gewoon geen goed jurkje. Want je bent gewoon een doelgroep. Wij zijn ook de doelgroep. Ja, en het zat lekker? Eerste versie niet. Nee, die was te ingewikkeld. Te veel flapjes nog en koordjes. Ja, en die maakte het te strak. En die hals was wel in één keer goed. Dus dat zo mooi valt. En, maar de tweede design, dat is dit jurkje geworden. Hadden jullie verwacht dat het zo'n succes zou worden? Nou, we wisten wel dat het een heel goed idee was. En dat het dat hier heel veel vraag naar was. Maar dat het zo groot zou worden, dat het echt internationale aandacht zou krijgen. Nou, daar kan je eigenlijk alleen maar van dromen. Maandag was die wedstrijd. Dinsdag hadden wij het interview met het Parool. Ja. En toen, we wisten wel dat de FIFA ermee bezig was. Ja. Maar ik had er helemaal niet zo in de gaten allemaal. Nee. Dat was wel een onderwerp van gesprek. Maar naarmate dinsdag vorderde, werd dat steeds groter. Ja, en steeds die media exposure omheen. Ja, dat het echt serieus begon te worden. Ik had het helemaal niet zo in de gaten. Ik kan het me ook niet voorstellen eigenlijk. Nee. Wat vonden jullie daarvan?
Maar bizar. Ja. 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 Ja, ze hebben gewoon plezier, ze hebben lol, het is leuk om te zien, iedereen was blij. Ja, de wereldpers dook er bovenop, zo leuk zag het eruit. En ik had, daar moet je het gewoon bij laten. Maar als dat dan ineens zo'n wending gaat krijgen en dat ze opgepakt zijn, ja, dat vond ik echt bizar. Dat klopt niet. Ja. Ja, en het jurkje legt wel ook weer iets bloot. Ja. Wat een ander item niet bloot had kunnen leggen, namelijk de donkere en duistere kant van de FIFA. En dat nog eens een keer naar voren werd gehaald, dat vond ik niet erg. Dat vond ik daar zie ik de waarde wel van in. En ik ben blij dat het heel goed is afgelopen uiteindelijk. Ik bedoel, de meisjes zijn veilig, er is goed voor ze gezorgd. Maar dat jurkje dit effect had kunnen hebben, dat ja, ik weet niet. Ik vind dat wel mooi eigenlijk aan het jurkje. Ja. Wat vinden jullie nou het mooiste of het beste aan dit jurkje? Nou, ik vind het mooiste aan het jurkje dat het bij iedereen echt heel goed zit. Dat is het jurkje aan zich. En wat ik ook heel mooi vind is dat omdat het eerste WK-item is voor vrouwen, heeft het eigenlijk tot zoiets groots geleid. Dat zelfs, en tot zoveel verwarring, dat zelfs een organisatie als de FIFA daar helemaal door van slag was. Dat je niet, doordat het vrouwen zijn, werd het zo groot. En het had niet gekund als het mannen waren geweest. En 2 jaar geleden was er ook een reddetje met die leeuwenhozen, ook van Bavaria. En die mannen moesten die leeuwenhozen uittrekken voordat ze het stadion in konden. En bij vrouwen kan je dat niet doen. En dus was er een soort impasse, zijn ze ingekomen en ze wisten niet hoe ze het aan moesten pakken. En dat kan alleen maar omdat het vrouwen zijn geweest. En dat vind ik wel een mooie kant eraan. Dat alleen vrouwen kunnen zoiets bereiken, blijkbaar. Maar wat ik ook wel heel mooi vind, is dat het 1-op-1 heel erg gewaardeerd wordt. En ook door je directe omgeving en door de mensen die erover spreekt. En het he-he gevoel. En dat vind ik wel, dat vind ik zelf wel iets heel moois aan het idee van het jurkje van... eindelijk is het zover dat wij vrouwen ook een keer betrokken worden bij en echt iets leuks hebben gekregen. En dat merk ik zelfs gisteravond nog, waar ik voetbal ben gaan kijken. In Jordaan, in een garage, waar een paar meiden het jurkje aan hebben. En weer wordt gewoon bevestigd de blijheid ermee. En dat vind ik gewoon echt geweldig om te zien. Dat vind ik nog leuker bijna dan kijken naar voetbalwedstrijd. Maar dat geeft me ontzettend zo van, ja, we hebben gewoon echt iets leuks. We hebben gewoon een ontzettend leuk idee op een goede manier in de markt weten te zetten. Of tenminste, zeg maar, naar buiten weten te brengen en gedeeld met anderen. En dat vind ik zelf wel heel erg leuk.